Donderdag 19 en vrijdag 20 september vindt er een bijzondere muziekvoorstelling plaats in Theater Thalia. Namelijk de muziekvoorstelling Feest in de Alakondrestraat. Het gaat om een muziekvoorstelling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in samenwerking met Villa Sapacara. En daarom praten we met Dakaya Lens. Zij kan ons alles erover vertellen. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Zoals je weet hebben we vanaf 2019 de Sarana Krakti tentoonstelling staan. Daarvoor hebben we andere tentoonstellingen gehad over Ghana, India, China en Brazilië. Dat zijn tentoonstellingen die we over hebben genomen. Maar de Sarana Krakti tentoonstelling hadden we zelf ontwikkeld. En nadat het een jaar stond, kregen we dus COVID. En we merkten dat we muziek in de tentoonstelling miste. Toen dachten we van in de tentoonstellingsonderdelen komt het niet terug, maar nu daar de tentoonstelling nog een jaar staat, wat kunnen we doen? Toen hebben we het idee gevat om dit jaar te wijden aan vooral Surinaamse muziek, want de Sarana Krakti tentoonstelling richt zich op 3 hoofdthema's. De kracht van de natuur, de kracht van onze cultuur, maar ook de kracht in jezelf. En we wilden dan muziekevenementen doen waarbij we eigenlijk wat meer waardering voor het eigene konden stimuleren, net zoals deze tentoonstelling ook doet. En we zijn dan vanaf januari begonnen met Surinaamse partners om muziekevenementen te doen, 1 keer in de maand. Maar je weet, Villa is er ook voor een stukje bewustwording en verbreding van je horizon. Dus naast de lokale partners hebben we ook gemeend een internationale partner te benaderen. In dit geval het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zodat onze kinderen ook weer in contact komen met een muziekstijl die voor ons niet zo heel bekend is. En wanneer je pas een samenwerking gaat doen, dan zijn er natuurlijk heel veel gesprekken. En die gesprekken lopen al vanaf 2021. Maar volgende week gaat het dus eindelijk gebeuren. Het orkest bestaat uit meer dan 80 mensen. Dus er komt een ensemble van 6 muzikanten en ook een acteur die de voorstelling gaat doen. Oké. En dat gaat allemaal gebeuren in Theater Thalia. Voor wie is het precies bestemd? Wie is jullie doelgroep? De tentoonstelling van Villa is voor jongeren vanaf 6 jaar. Maar deze muziekvoorstelling, evenals onze tentoonstelling, is ook heel interessant voor volwassenen. De voorstelling heeft een directe link met een van onze tentoonstellingsonderdelen, het Alakondrehuis. En in het Alakondrehuis komen bezoekers meer te weten over het waarom van bepaalde feesten of herdenkingsdagen die we in Suriname hebben. En veel van die feesten komen ook in de voorstelling voor. Oké. En dat Alakondrehuis verhuist dan ook naar Thalia voor die dag? Of hoe zit dat? Het gaat niet in zijn geheel verhuizen, maar het gaat zeker wel herkenbaar zijn met bepaalde elementen van het huis dat we hier hebben en op het podium. En het Philharmonisch Orkest van Rotterdam, kennen ze onze muziek of gaan ze juist hun muziek spelen? Ze hebben verschillende muziekevenementen, want ze hebben ook een educatieafdeling en met die afdeling hebben we de samenwerking nu. Ze hebben wel eerder een voorstelling gedaan, die heb ik ook gezien, waar ze bijvoorbeeld Biggie Kaimang aan de kinderen hebben geleerd. Dus ze zijn wel bekend met Surinaamse muziek, maar in het orkest heb je vooral strijkers en Surinaamse muziek heeft juist veel met percussie te maken. Dus het is klassieke muziek, maar ze kennen de Surinaamse muziek wel. Een project dat we eerder dit jaar ook hebben gedaan is dat zij samen met onze buren, de School voor Jong Talent, een inheems nummer Simme Simme op hebben genomen. Want een van onze doelen met de Sarana Krakti tentoonstelling was ook om de inheemse talen, die eigenlijk een beetje aan het uitsterven zijn, op een of andere manier te vereeuwigen. Dus samen met de inheemse groep, vereniging Yukoyumamaro, hebben we in maart een clip opgenomen. Die clip is in maart ook in de Doelen vertoond bij de Kindermuziekweek in Rotterdam. Dus zo zijn we toch bezig om
in het land, maar ook buiten onze grenzen, onze cultuur uit te dragen. Ja. Okay. Hoe kunnen de mensen de muziekvoorstelling bezoeken? Ze kunnen reserveren bij Villa Zapacara en eigenlijk meteen naar ons toe komen om hun bandjes op te halen tegen een educatieve bijdrage van maar 200 SRD. Waarom zegt u educatieve bijdrage? Omdat het zo is als kunst- en cultuurinstelling is het nooit onze bedoeling om winst te maken. Maar je moet wel een beetje kostendekkend bezig zijn. Vandaar dat het dus gaat om een educatieve bijdrage. Want de normale kosten voor zo'n voorstelling zouden echt van een ander bedrag zijn. Okay. En kunnen ze ook aan de, bij het loket nog kaartjes krijgen? Nee, dat niet. Dat niet, ja. We proberen de verkoop echt gewoon de dagen daarvoor te kunnen hebben. Kunnen ze bellen? Is er een nummer waarop men contact kan maken? Ja, er is een nummer waarop contact gemaakt kan worden. Dat is 841-8707. Is er tot slot nog iets dat je wilt toevoegen? Ik wil iedereen motiveren om op 19 en 20 Natalia te komen. Omdat het een onvergetelijke ervaring zal zijn. Een combinatie van Surinaamse muziek, maar ook muziek van een orkest van wereldallure. En in deze tijd dat iedereen zo druk bezig is met overleven, is het af en toe ook goed om te feesten. En dat kan op deze avonden op een perfecte manier. Zo hebben we gesproken met Dakaya Lens. Ze is de directeur van Villa Zapacara, die dus in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest een bijzondere muziekvoorstelling organiseert op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober in Theater Thalia. Er zullen geen kaarten bij het loket te krijgen zijn, dat heeft ze al uitgelegd. Maar je kunt dus altijd contact maken met Villa Zapacara zelf om jouw kaartje te reserveren. Het is een unieke gelegenheid om een muziekvoorstelling op een hoog niveau eigenlijk mee te maken. En dan gaat het om Surinaamse muziek ook gemixt met Nederlandse muziek in dit geval, denk ik. Maak er gebruik van en maak contact met Villa Zapacara. Dit was Gail Eik voor Sun Web TV, Christian Ramratan en Timmy Menig, die stonden achter de camera.